Ik ben Maart Hielissen. Ik ben wethouder bij deze mooie nieuwe gemeente, waar jullie allemaal, ik denk de meeste wel in wonen in Landverkuik. En ik vind het heel fijn om hier vanmiddag aanwezig te zijn. Dus, en jullie hoop ik ook. Dus we gaan volgens mij twee heren, die zijn al in het zonnetje gezet, maar we hebben daar nog wel een extraatje bij. Oké, nou het is in ieder geval hartstikke duidelijk dat meneer Thuis al die jaren geslaagd is om het gezicht van de KBO-afdeling Boxmeer te bepalen. En de heer Thuis heeft ook onafgebroken tot op heden competent, slagvaardig, competitief, onbaatzuchtig, belangeloos, alle bescheiden, heel netjes en mooi opgepakt. Vandaar dat wij ook, en daar zal ik straks nog wat verder op ingaan, iets moois voor u hebben meegenomen. En namens alle leden, of vele leden van de KBO Boxmeer en andere personen, en namens het gemeentebestuur van Landverkuik, wil ik u enorm bedanken voor de geweldige en vrijwillige inzet de afgelopen jaren. En het doet me ook heel veel plezier dat ik u mag mededelen dat het als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten van KBO Boxmeer, de dorpsplanning en iets nieuw Landverkuik mag uitreiken. Graag wil ik u daarbij de versiersten overhandigen. Van harte gefeliciteerd. Er zijn een aantal dingen. We hebben de volgende, we kunnen nog wijzigen. Laten we eerst eens beginnen bij de dorpsplanning. Die is deze. Die ik aan meneer Thuis. We gaan overhandigen. Nee, deze, alstublieft. Ja, oké, dat is één. En die kun je natuurlijk niet altijd bij je dragen. Dus daar hebben we dan ook een heel mooi speldje voor. Wat vijfhoekig is voor de vijf voormalige gemeenten. Met daarin de besjes en zo. En de graveerwerk van de Maas, zeggen. Dus dat is denk ik een zeer mooi ding om bij u te dragen. Zo, alsjeblieft. Ja? En dan. Van thuis op de schouw. Ja, of aan de muur. Een hele mooie oorkonde, maar dit nog eens een keertje netjes wat verwoord. En dan hebben we nog, ook voor uw vrouw, dan nog een mooie bos bloemen. En die komen vanaf de andere. Nog? Nou ja, ik zal hem aan meneer geven dan. Kom maar even naar voren. Ja? Kan ze het voor. Ja. Nou, dat zal ik. Ja, we hebben de handen al vol. We zeggen de handen ook gefeliciteerd. Dankjewel. En daarbij mede-organisator van projecten zoals Onbenutte Rechten, Behoefteonderzoek Senioren en Wonen, Zorg en Welzijn voor Senioren in de gemeente Boxmeer. Verder bent u 2009 tot 2010 namens de KBO en Stichting Welzijn lid van de platform Centrum en lid van de platform Steenstraat Zuid in Boxmeer geweest. Hebt u er überhaupt nog vrije tijd over gehad, Gavond? Meer dan. Nog? En samen met anderen heeft u dat ook nog tijdens die coronaperiode ontzettend veel betekend voor heel veel andere oudere inwoners van Boxmeer. En uw eerder genoemde werk als voorzitter van de stuurgroep werpt nog dagelijks een vrucht af. Wij denken daarbij aan uw contact met onder andere het WMO-loket van de gemeente, advies- en informatiedienst, de WWZ-coördinator, de ouderadviseurs en belastinginvulhulpen. U heeft echt alles ontzettend veel waardering en dankbaarheid opgeroepen. Ik denk dat ook meer dan terecht dat we dat vandaag weer in het zonnetje zetten. 15 jaar de verbindende factor in het bestuur van de vereniging. Veel kennis van zaken en u bracht iedereen goed op de hoogte van wat van het wel en wee en zaken die van belang waren voor die vereniging. En volgens mij vaak werd, en dat kwam eerlijk gezegd, waar haalt onze voorzitter de tijd vandaan? Ik memoreerde dat al. U was echt overal aanwezig, had zich altijd goed voorbereid en gaf talloze tips waarmee KBO haar voordeel kon doen. Zeer veel contacten, dat is ook heel erg belangrijk, hè, die netwerken. En door uw organisatietalent kon het afgelopen jaar, nog ruim 2 jaar uitstel vanwege corona, een fantastisch 65-jarig jubileum worden gevierd. Meneer Van Erwe, u was het gezicht van de KBO-afdeling Boxmeer en heel veel mensen zijn u enorm dank voor het vele werk dat u heeft verzet. En ik had u al beloofd, ik ga toch iets vertellen over die nieuwe onderscheiding. En meneer Van Erven krijgt hem dadelijk ook hoor. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een nieuw stelsel vastgesteld. Waarbij de oude onderscheiding, en u kent de Boxmeer dan de Bok. En
In Kijk kennen we de stieren, er is geen dier voor teruggekomen, dat hebben we toch wel anders gedaan. En dat zijn gemeenteonderscheidingen, die zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet voor zijn of haar eigen stad, want die hebben we natuurlijk ook, of dorp. En voor zijn of haar bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Kijk. Personen die in aanmerking komen voor gemeenteonderscheiding leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor de belangrijke verbinding en zijn erg belangrijk voor het voorbestaan van hun vereniging. Kortom, een voorbeeld voor anderen. Dat is wat er beschreven staat in als je in aanmerking wil komen voor zo'n mooie prijs. Meneer Van Erven, namens de vele leden van de KBO Boksmeer en andere personen, Bok Zeebeker, namens het gemeentebestuur, doet het mij enorm veel plezier u te mogen mededelen dat als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten ook u mag belonen met de doorspanning van het Land van Kijk. En ik wil u daarbij alle versierselen overhandigen. Van harte gefeliciteerd. Dank u. Deze heeft u inmiddels gezien, alstublieft. Kijk, op die kant eventjes van die meneer, is dat gelukt? Ja. Oké. Oké. Dat speltje ook weer. Dat is een reverse spel. Wil je hem die kant hebben? Ja, geen probleem. Ik doe ook even deze kant op. Ja, ik heb hem. Dat is mooi, hè? Dat is zo. Dan zit het een beetje bij elkaar. Oké. Ja? En voor u. Nou, deze. Ook wonder die u kunt doen dat je spul om. En dat de vrouw is ook aanwezig. Ja, ja. Even vast aan de hand. Dank u wel. Kunt u daarbij staan. We komen aan die kant. Oké. Ja. Is dit dan mooi? Ja, kan wel. Mooi. Oké, dank u wel. Dank u wel. Oké, dank je. Veel plezier ermee. Dat is echt graag gedaan. En nu jullie twee samen. Ja, de wethouder tussenin. Ook de wethouder tussenin. Oh ja, oké. Okay. Ja, laat even. Ja, zo. Ja.